De tekst uit Hebreeën 7 vers 11 is helemaal niet zo eenvoudig. De Statenvertaling heeft het als volgt. Indien dan nu de volkomenheid door het Levitische priesterschap ware, zou zijn, want onder hetzelfde heeft het volk de wet ontvangen, wat nood was het nog dat een ander priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan en die niet zou gezegd worden te zijn naar de ordening van Aaron. Nu gaat het vooral over dit stukje. Onder hetzelfde heeft het volk de wet ontvangen. Betekent dat nu dat de hele Torah afhankelijk is van dit priesterschap? En als dit priesterschap wegvalt, dat dan ook de hele Torah wegvalt? Vers 12 lijkt dat toch in te perken door te zeggen: Want het priesterschap veranderd zijnde. Zo is geschiet er ook noodzakelijk verandering der wet. Nou ja, verandering der wet is een veel zachtere uitdrukking dan afschaffing van de wet. Is de wet nou gebleven, hoewel het priesterschap binnen de sfeer van de wet is veranderd, of is er in feite een totale afschaffing van die wet geweest? Nou, om dat te kunnen zien. Moeten we bijvoorbeeld maar eens lezen wat Kalfijn hierover zegt? Commentaar van Johannes Kalfijn op Hebreeën 7, vers 11 en 12. Eerst bij vers 11. Uit hetzelfde getuigenis concludeert de apostel dat het oude verbond, dat we een derde term, Torah, priesterschap, verbond, werd opgeheven door de komst van Christus. Het is te vergelijken met de opmerking van Kinser dat de lezing van de Hebreeënbrief zou kunnen worden bepaald door een aantal veronderstellingen, namelijk dat in Mark 7, in Handelingen 10, in Johannes 5 de wet inderdaad werd afgeschaft. Hij heeft tot nu toe gesproken over het ambt en de persoon van de priester, maar omdat God een priesterschap had ingesteld met het doel om de wet te bekrachtigen. Nu het eerste is afgeschaft, het priesterschap, houdt het laatste noodzakelijkerwijs op. Goed om te onthouden. Dus de wet houdt op omdat het priesterschap ophoudt. Want priesterschap fundeert de Torah, fundeert de wet. Het priesterschap wegvalt is de basis van de Torah weg en dan valt ook de Torah weg. Dat is niet... De wijze waarop ik het Oude Testament zou bekijken, want daar zie je iets heel aparts. Het priesterschap berust op de voorschriften van de Torah. En die Torah is door zijn eigen aanwijzingen op een of andere wijze het hart van het priesterschap. Denk maar aan de twee stenen tafelen die in de ark van het verbond lagen, die in het Heilige der Heiligen stond. Zoals het priesterschap dus inderdaad de wet bekrachtigt. De Torah ook tot, het, tot de kern van het priesterschap maakt. Zo maakt omgekeerd eh, de Torah dat priesterschap mogelijk, fundeert dat priesterschap, door de wet op het priesterschap te bevatten. Door het priesterschap in te stellen met het doel om de wet te bekrachtigen, mag je niet zo zeggen: als het eerste nou is afgeschaft of veranderd, dat er ook de Torah zou zijn afgeschaft. Want die Torah blijft dus. Je zou kunnen zeggen dat dit een soort christelijke keuze is in dit verband. Het is duidelijk, en dat kun je lezen in de tekst van Kinsre die ik heb gegeven: dat na de val van de tempel, de verwoesting van de tempel, de voorschriften van de Torah, besnijdenis, Shabbat, spijswetten, nog steeds werden vervolgd. Het houdt dus helemaal niet op. Opdat dit beter kan worden begrepen, moeten we de algemene waarheid in gedachten houden: dat geen enkel verbond tussen God en mens van kracht en bekrachtigd is, tenzij het rust op een priesterschap. En dat is merkwaardig, omdat juist bij de introductie van het verbond in Exodus 20 en Deuteronomium 5 nog helemaal geen sprake is van priesterschap. De instelling van het priesterschap volgt eerder de gave van de Torah. De vorming van Israël. als een gemeenschap die aan de Torah verbonden is. Daarom zegt de apostel. dat de wet. onder het oude god werd ingevoerd. onder het Levitische priesterschap. Dat wil zeggen daar geheel al mee verbonden. en door die wet dus ook bepaald. Dus niet de wet werd ingevoerd. onder het Levitisch priesterschap. maar Levitisch priesterschap en wet. zijn wel degelijk natuurlijk. met elkaar verbonden. Nou, dat zagen we dus eigenlijk, dat zagen we in deze tekst. Onder hetzelfde heeft het volk de wet ontvangen, maar niet op grond daarvan. Uh, en tijdens dat Levitisch priesterschap is die Torah inderdaad gegeven, dus noodzakelijk verbonden met het priesterschap. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat de wet berust en aansluitend berust op dat uh, priesterschap. Iets verder, ik zal de hele tekst nog wel eh, ook geven, want vers 12, 7 vers 12, als het priesterschap verandert, vindt er immers ook noodzakelijkerwijs een verandering van de wet plaats. Ja, maar niet een verandering van de Torah als geheel, dat zal ook Calvin eh, zeggen. Eh, misschien een andere verhouding tot een deel van de Torah. Eh, zeker dat deel van de Torah dat over het priesterschap gaat, zou dan veranderen. Maar je kunt toch niet zeggen dat de hele Torah veranderd of afgeschaft wordt als het priesterschap zou veranderen. Wat natuurlijk de fundamentele these is van de brief aan de Hebreeën. En dat wordt dus doorgaans gelezen als een afschaffing van alle ceremoniële wetten. Priesterschap is verbonden met ritueel en ceremonieel. Priesterschap valt weg, maar dan valt dat allemaal weg en dan moet dat ook ophouden terwijl Kenscher juist betoogt dat de Hebraïebrief helemaal niet zegt dat het moet ophouden, alleen, ja misschien in die versie van Pieter Thompson, dat de symbolische gedragingen, de rituele ceremonieën, juist naast dat priesterschap van het nieuwe verbond kan bestaan, dat dan de realiteit ervan zou zijn, maar dat wil niet zeggen dat het symbool geen betekenis meer heeft. En Dan zegt hij hier dit: omdat het gezag van de wet en het priesterschap hetzelfde is, nee, omdat Torah en priesterschap beide Torah voornamelijk zijn, dus het gezag in eerste instantie aan de Torah toekomt die het priesterschap regelt, werd Christus niet alleen priester, maar ook wetgever. Ja, dat is eigenlijk onbegrijpelijk. Als binnen de Torah priesterschap verandert en er een priesterschap van de Messias denkbaar wordt, Blijft de Torah en dus Mozes de wetgever? Het kan toch niet zo zijn dat nu helemaal opnieuw begonnen wordt en de Torah helemaal wordt afgeschaft? Dat zegt Calvin dus ook eigenlijk niet. Hij zegt zelfs: Kijk, die Torah bevat de leefregel en het genadige verbond van het leven. En daarin vinden we overal veel opmerkelijke zinnen waardoor we worden onderwezen in het geloven en in de vrezen God. Geen hiervan werd door Christus afgeschaft. Maar alleen dat deel dat betrekking had op het oude priesterschap. En nogmaals, Kinser zegt dat is helemaal niet gebeurd. Dat priesterschap is helemaal niet afgeschaft. Het is alleen naast een nieuw priesterschap geplaatst. En dat is een hele andere gedachte dan een afschaffing. Laat staan dat nu Christus als de nieuwe wetgever van alles en nog wat kan veranderen en afschaffen. Komt er komt een heel gedeelte over de vergelijking tussen Mozes en Jezus. Maar hij blijft dus dit volhouden, die wet zoals die ondergeschikt was aan het oude priesterschap werd afgeschaft en het priesterschap werd afgeschaft. Ja, en dat is alleen maar waar als het priesterschap volgens Tenach inderdaad de basis is van de Torah. Maar hetzelfde kan ook omgekeerd worden gezegd en misschien zelfs beter, de Torah fundeert het priesterschap, de Torah bepaalt wie een priester is, wat die priester moet doen, wat de betekenis van de offers is, de Tora geeft Leviticus 16, de wet van de Grote Verzoendag. En daarom is de Grote Verzoendag een uitvoering van Gods wil. Daarom is die Grote Verzoendag mogelijk. En, nogmaals maar, dat belangrijke argument van Kintze. Met de val van de Tempel was het gezag van de Tora helemaal niet weg. Christus, die tot priester was gemaakt, kreeg ook de autoriteit van een wetgever, zodat hij de leraar en uitlegger van het nieuwe verbond. Kon zijn. Dat nou is het aardig dat de Hebreeënbrief het woord wet zou gebruiken, ziet Calfijn. Een verandering van de wet, die veranderde wet, die veranderde nomos in het Grieks, of veranderde Torah is dan het Evangelie. En dan kan hij het niet laten dit te zeggen. Tegelijkertijd wordt het woord wet, hoewel niet eens een strikte betekenis, de strikte betekenis is de lijst van de geboden en verboden, dat is Torah, toegepast op het evangelie. Torah betekent onderwijs wil ik zeggen. Toegepast op het evangelie, maar deze onnauwkeurigheid in taalgebruik is zo ver van iets hardvochtigs, wil dus niet zeggen dat het evangelie nu echt als een wet beschouwd moet worden, nee, dat het vanwege de tegenstelling schoonheid toevoegt aan de zin, zoals we vinden in het zevende hoofdstuk, van de brief aan de Romeinen. Wat zit Calvin hier dwars? Nou ja, dat idee van de verandering van de wet het Evangelie eigenlijk op één lijn plaatst met de wet. De veranderde wet, de veranderde verhouding tussen de, de mensen en, en God, eh, wordt dan toch een soort Torah of een nomos genoemd. In het zevende hoofdstuk van de Brief van de Romeinen gaat het over. vrij worden van de wet door te sterven. We zijn dan gestorven. Zo, mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood. met betrekking tot de wet. Er is dus iets in die wet waarvan. Eh, christenen ontslagen zijn, vers 6. Nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten zodat wij een nieuwheid van geest dienen en niet een oudheid van letter. Nou, dat is natuurlijk de grote aanval op de Joodse praktijk eh, van Paulus uit, die spreekt over een Torah die uit niets anders bestaat dan een lijst van geboden en verboden, die dus helemaal de puiten mist van het onderwijs van de tenag, waarin ook de besnijdenis van het hart en de overgave aan God en het vertrouwen in God, zie de Psalmen, een enorm grote rol. Uh, speelt. Maar het zit hem dus dwars dat het Evangelie wet genoemd wordt, terwijl dat eigenlijk betekent dat de Hebreeënbrief heel anders dan Paulus dat woordje wet uh, ja, bijna als synoniem van verbond uh, gebruikt. Iets anders dan bij Paulus, die is op verschillende manieren gebruikt, uh, als de eisende wet met de hele regelgeving, maar ook als onderwijs van God ook als, soms ook als synoniem van het verbond. Maar in de Hebraïe brief heel vaak de wet als synoniem van ja, de relatie die ontstaat op grond van het verbond. Ja, die wet is veranderd met de komst van Christus, wil uiteraard de Hebreënbrief zeggen, en ik moet eerlijk zeggen, ik ben het met beide oneens, maar ik vind het wel interessant, dat in het uh, uh, Messiaans Jodendom dat besef aanwezig is, dat de wet helemaal niet is afgeschaft. En dat ze dus deze uitspraak van Calvin nadrukkelijk tegenspreken. Die wet, zoals die ondergeschikt was aan het oude priesterschap, werd afgeschaft toen het priesterschap werd afgeschaft. Nou, dat is niet het geval. En zeker deze conclusie niet. We zien wat de apostel zegt. We hebben weer dat de ceremonieën, dat is natuurlijk in Calvinse taal gebruikt. De hele Joodse halacha, als het gaat over religieuze rituelen, de Shabbat, de besnijdenis. Maar dus ook de wijzen die op de feestdagen worden gevierd. Die zijn allemaal opgehouden sinds de tijd dat Christus kwam met het bevel om het nieuwe verbond te verkondigen. Nee, het nieuwe verbond kwam hij niet verkondigen. Het is ook niet een nieuw verbond in de zin van iets totaal anders. Je vindt in de teksten van het Nieuwe Testament dat Christus dat verbond komt vernieuwen. En vernieuwen wil zeggen nieuw leven inblazen. Maar dat wil zeker niet zeggen dat het nu is afgeschaft. En dan blijft toch dat Matthäus 5 nadrukkelijk zegt: Ik ben niet gekomen om de Torah en de Nevi'im, de wet en de profeten, af te schaffen. Ik ben gekomen om te vervullen. En ik denk dat de Hebreeënbrief een poging is om die vervulling dus heel nauwkeurig te laten zien. Laten we eens kijken naar. Uh, de tekst die ik heb geschreven over dit hoofdstuk, die vinden we dan hier. De tekst, geplaatst op 14 september, dat is vandaag, afscheid van de Hallegaar. Kinser over de brief aan de Hebreeën Is er nou een verandering gekomen in de gehoorzaamheid aan de Torah met de komst van Jezus? Nou, je zag bij Calfijn al de argumenten daarvoor. Bijvoorbeeld, het priesterschap is veranderd, dus is de wet veranderd. Want als Christus de hoge priester is dan is hij niet uit de stam van Levi dus moet er ook een verandering in de wet zijn gekomen. De levitische priesters zijn niet langer de vertegenwoordigers van Israël tegenover God. En dat systeem van offers is afgeschaft. Het is allemaal heel simpel om dat zo te begrijpen. En Kenzer merkt op, ja, als je komt uit die traditionele lezing van Markus 7 Johannes 5, Handelingen 10 Romeinen en gelaten, dan zou je inderdaad niet anders kunnen zeggen dan dat de Hebreeënbrief dat ondersteunt en de afschaffing van de wet eh, verdedigt. Thomson zegt dus dit, ik verwees er al even naar, hoewel de schrijver van de brief aan de Hebreeën de superioriteit van de aanbidding volgens het nieuwe verbond benadrukt, spreekt hij over het oude verbond als iets dat nog steeds bestaat en dat in de huidige tijd in de tempeldienst nog steeds aanwezig is. Het is dus niet afgeschaft, in letterlijke zin, omdat het er niet meer is. Het werk van Christus is niet zozeer de afschaffing van de aanbidding die in het oude verbond was voorgeschreven, maar het vervullen van de ware betekenis ervan. Nou, heel belangrijk, vervullen is niet afschaffen. Vandaar dat de Hebraïebrief zegt, terwijl de eerste tabernakel nog steeds overeind staat. De Torah en de tempeldienst gaan onbelemmerd voort, zelfs nadat hun ware doel is vervuld in Christus. Een hele belangrijke aanwijzing dus voor dat messiaanse Jodendom. Al blijft het dus de vraag, hoe is dat mogelijk? Hoe kunnen die twee vormen van het verbond naast elkaar bestaan? Kijken we naar Hebreeën 13, wordt niet omgevoerd, wordt niet misleid of op een dwaalspoor gebracht met verschillende en vreemde leringen. Dus allerlei verschillende, dwarrelende opvattingen die elkaar helemaal niet goed. Niet met elkaar goed harmoniëren. En het zijn ook vreemde leerlingen. Want ze staan helemaal buiten de verwachtingen. die je kunt hebben als je de Torah goed kent. Want het is goed dat het hart gesterkt wordt. door genade, niet door spijzen. Niet door spijzen. Er staat dus niet. Uh, niet door regelgeving over spijzen. niet door wetten met betrekking tot spijzen. Het gaat dus over spijzen zelf. En dan staat er. Door welke geen nuttigheid bekomen hebben, die daarin gewandeld hebben. Dus voor wie de halaga uh, bestond uit een manier van eten, of maaltijden nemen, of bepaalde spijzen tot je nemen, daar heeft daar geen nut in gezeten. Dan zou je toch denken, en dat zegt de kanttekening dus ook, dat is door de zaak zelf, die door de ceremonie in dus het Oude Testament was betekend, en niet door deze ceremoniële schaduwen. Dietwetten verwijzen op een of andere wijze naar Christus is het idee, het ware brood uit de hemel. Alle andere, alle andere Joodse voorschriften zijn dan ceremoniële schaduwen. En als Christus gekomen is, heb je niks meer met de schaduwen te maken, maar dan staat de persoon waarom het uiteindelijk gaat, om wie het uiteindelijk gaat, die staat in het volle daglicht. De schrijver aan de Hebreeënbrief zou dan één type van ceremonie in het Oude Testament aanhalen. En dat is die onderscheiding van de spijzen, oftewel de spijswetten. Maar dan zegt hij ook dit, de kanttekenaar: de andere daaronder verstaande. Dus pars pro toto is dat maken van onderscheid van spijzen. Hè? Varkensvlees, nee. Uh, koosje geslacht rundvlees, ja. Uh, dat onderscheid van de spijzen is dan eigenlijk ook een ceremoniële scha schaduw die is afgeschaft. Alle spijswetten. Zijn dus bedoeld met het onderscheid der spijzen. En alle spijswetten zijn dan pas pro toto. Deel die staat voor het geheel. Pas pro toto. Alle rituele wetten. Alle ceremoniële schaduwen. En de andere daaronder verstaan. Dus in dat ene voorbeeld van het onderscheid der spijzen. worden alle ceremoniële wetten eigenlijk inbegrepen. Maar er is een veel eenvoudiger oplossing. Ofwel. Het gaat hier om de buitengewone spijzenwetten voor de priesters die alleen in een zuivere staat voedsel mogen eten dat aan de tempel gewijd is. Uh, dat heet teroma, En heel belangrijk, wanneer is de priester rein, uh, volledig rein om teroma te eten? Nou ja, dat is nadat hij zich gebaat heeft en de avond is ingevallen. Dan mag die priester te Roma eten. Te Roma is dus aan de tempel gewijd voedsel, maar het kan gewoon brood zijn. Het is ook mogelijk dat het slaat op de gedachte dat voedsel in het algemeen geen hogere spirituele zuiverheid bewerkt, en ook bijzondere maaltijden dat niet doen. Het zou kunnen slaan op mensen die het avondmaal zien als een magische maaltijd, of andere vormen van heidendom nog in gedachten hebben. En dat zo'n bijzondere tafelgemeenschap of bijzondere maaltijd, vanwege de ceremonieën die daarbij een rol spelen, een spirituele zuiverheid zou bewerken. Nou, dat zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, dat is gewoon niet het geval. Dat wil niet zeggen dat dat onderscheid van de spijzen pas pro toto staat voor de rest van de halaga, voor de ceremoniële wetgeving, maar het kan dus op deze twee bijzondere dingen slaan. Dat is zelfs logischer. Uh, dan dat hij pas pro met spijswetten alle ceremoniële wetten zou bedoelen. Uiteindelijk is opnieuw in feite, ook na de val van de tempel. Nou, je kunt wel zeggen, priesterschap fundeert de Torah. Maar toen dat priesterschap wegviel in haar effectiviteit, is er aan die spijswetten helemaal niks veranderd. Het is bij geen jood opgekomen dat zonder de tempel nu plostig varkensvlees mocht worden gegeten. Die uitdrukking in verschillende en vreemde leringen, leringen, dat slaat misschien juist daarop dat ze de reguliere halagha, de normale halaga, die eh, dus de spijswetten van Israël inhouden, dat ze die te boven gaan of te buiten gaan. Anders zijn, hè? vreemd tegenover die reguliere halaga. Nou ja, en dan zou je dus moeten zeggen: die ceremonie in de schaduw zijn helemaal niet aan de orde. Een vertaling die we soms aantreffen geeft dus die uitdrukking, regelgeving over voedsel, maar dat past helemaal niet in de context. Het gaat over die zaak en niet over de regelgeving, want die staat in de Torah. De uiteindelijke betekenis is eenvoudig dit: dat het beter is voor het hart om door de genade van God te worden gesterkt, ja zeker, dan door te verwachten dat het eten van voedsel een geestelijke werking heeft. De conclusie van dit gedeelte van. Uh, Marquinsers boek Post-Missionary Messianic Judaism is dus dat zelfs in de brief aan de Hebreeën en ik heb die andere overgeslagen omdat ja dat zijn subtiele argumentaties die kun je in het boek beter gaan volgen, maar je, je zou dat toch denken de juiste Hebreeënbrief maakt duidelijk dat de joodse wet en de joodse manier van leven geheel en al zijn afgeschaft. Nou je ziet hier dat is simpelweg niet het geval. En ik hoop dat je daarmee ziet dat uh, de Kalfijns manier van lezen absoluut niet kan. En dat we bij Markins er een betere, beter idee hebben uh, over de betekenis van de van de brief dan uh, op een andere, andere wijze. Oké, okay? uh, dank voor het kijken en luisteren en graag tot de volgende keer.